Jon, de late gelijkmaker van Heerenveen, dat is nu pijnlijk. Maar hoe kijk je terug op die wedstrijd? Achteraf gezien is een punt goed. Alleen zelf in de wedstrijd had het gevoel dat het zeker 3 punten konden zijn. En vooral omdat je eigenlijk tot de 87e minuut gewoon 1-0 voor staat. Dus uiteindelijk wel teleurstellend. Maar dat is ook in de fase waarin we zitten en de plek waar we staan. Het is nu belangrijk dat Adelaar in die wedstrijd weer werkloos inzet toonde. Ja, daar was er niks over te klagen. Nee, zeker niet. Dat hadden we van tevoren ook besproken. Het hoeft misschien niet altijd mooi, maar vooral hier thuis moet je strijd leveren. En meestal als je dat levert, komt het wel goed. Dus zo zijn we ook de wedstrijd ingegaan en hebben we het beste ervan proberen te maken. Dit weekend, zaterdagavond, weer naar Limburg tegen Fortuna Sittard. Voor de beker er onlangs uitgeknikkerd. Hoe leeft het momenteel in de groep? Gaan jullie daar met vol zelfvertrouwen naartoe? Om daar een stukje revanche weg te halen of een bepaalde angst? Ja, zeker. Je zegt het woord daar, revanche. Dat is het zeker. Angst is er totaal niet in deze groep naar de wedstrijd naar morgen. Dus ik denk dat je het eigenlijk net zo moet zien als Heerenveen thuis. Het maakt niet uit hoe. Als je maar eigenlijk gewoon de 3 punten pakt. Nou, zodat Adelaar dit seizoen vaak voorigens nog wel eens heel goed gevoetbald heeft. Tweede helft valt het dan terug. Krijgt nog wel eens doelpunten tegen in de laatste fase. Heeft dat iets te maken met concentratiegebrek? Ik weet niet of het concentratie is. Meestal heb je in de tweede helft wel wat wisselingen die plaatsvinden. Er komen wissels in. En daar hebben we ook van de week van gesproken dat soms de dingen nog duidelijker moeten zijn. Zowel van de staf uit als wij in het veld, gewoon met z'n allen als team. En dat zijn wel dingen die we beter kunnen doen. Zodat je jouw voorkeur gaat uit naar het middenveld. Je hebt genoeg diepgang in je spel. Noodgedwongen moet je nu op de backplaats plaatsnemen. Geen probleem? Nee, geen probleem. Het is een beetje het verhaal hier van mij bij ADO, zeg maar. Soms middenveld, soms op de back. En op dit moment zitten we gewoon in een fase, dan moet je niet naar jezelf kijken, maar vooral van ja, wat heeft het team nodig. En ja, als dat op de bek is, ja, dan probeer ik daar zo goed mogelijk mijn best te doen. Maar natuurlijk, mijn voorkeur gaat uit naar het middenveld. Nou, zodat, het is niet zo belangrijk hoe, maar belangrijk dat er 3 punten worden gehaald bij Fortuna Sittard. Bovendien, je moet er weer 2 weken opteren. Ja, zeker. Het zou lekker zijn als je daar 3 punten kan pakken en lekker het Interland weekend in kan gaan. En ik moet er nu eigenlijk niet aan denken als in het slechtste scenario dat je daar verliest en dan 2 weken met een rotgevoel zit. Dus ik hoop echt dat we morgen die 3 punten pakken daar.